met groene oogschaduw, waarbij ik het 88 palette ga gebruiken. Het is een look vrij heftig. Je kunt hem gebruiken tijdens een avondje stappen of straks als het geen kerst meer is voor een feestje of oud en nieuw. Of als je gewoon van smoky eyes houdt eigenlijk en gewoon dit ook graag overdag draagt. Dat moet je gewoon zelf weten. Ik bedoel, alles kan. Ik heb de lippen rustig gehouden. Als je wat meer knal wilt, kun je ze ook feller aanzetten. Rode lipstick, bruine lipgloss. Dat kan. Wat heb je nog meer nodig? Een oogschaduwkwast, een middelgrote en een grote of alleen een middelgrote. Waarmee je dan ook je onderwerkt. Een klein kwastje. Een liner brush en een blending brush. Je 88 palette, oogschaduwbasis. Een oogpotloodje. En dat is het. Een 88 palette bedoel ik trouwens het 88 warm palette. En ik heb de versie van eBay. En die is daarvoor eigenlijk wel nodig. Want ik ga de middelste rij kleuren gebruiken. Er zitten van die marmer kleuren in. Ik hoop dat je het zo kunt zien. En die zitten bij het gewone 88 warm palette. Of gewone van Coastal Scent zitten ze. Die daar niet bij. Maar als je gewoon dupes vindt, dus namaak, kleur of kleur die erop lijken, dan kun je deze look ook gewoon maken. Dus dit is het. Veel plezier bij het kijken. Succes als je deze look gaat namaken. En alvast tot de volgende keer. Oké, we beginnen natuurlijk altijd met een oogschaduwbasis. En die heb ik net al aangebracht. De mijne is van Hema. En dan pak ik mijn 88 palette erbij. En dan ga ik deze kleur als highlighter aanbrengen. Het is gewoon een witte kleur eigenlijk. Met een vrij grote kwast. Oké. Als je dat dan gedaan hebt, pak je weer je 88 palette. En een middelgrote kwast. Deze. Platte kwast. Maak hem even schoon. En dan pak ik een goudgroene kleur. Deze. En die breng ik aan over mijn hele bewegende ooglid. Dus ik pak die kleur. Als je dat dan gedaan hebt, dan pak je je blending brush. Deze. En dan ga je dat lijntje vervagen. Niet te ver naar boven blenden, gewoon vervagen, zodat die zachter wordt. Oké. Nou heb je het redelijk donker aangebracht. Nou pak je weer je middelgrote kwast. En dan pak ik deze kleur uit het 88 palette, die groene kleur met wat er doorheen. Het is vooral eigenlijk een vrij groene kleur. En die breng ik er overheen aan. Met een deppende manier, zodat het goed dekkend wordt. Maar ik laat mijn binnenste ooghoek eigenlijk vrij. Je moet hem niet te diep in je crease aanbrengen, want daar wil je juist dat laagje houden met die vorige kleur. Oké. Als je dat dan gedaan hebt, pak je weer je blending brush en dan ga je dat vervagen. Wederom niet te ver naar boven blenden. Gewoon in je crease. Zo. Nou ben je met de bovenkant van je ogen klaar. Zorg dat de lijn mooi geblend is. Nou pak ik een heel klein mini kwastje. Je kunt het ook met een liner brush doen of met een platte kwast. Wat je zelf het liefste hebt. Ik gebruik liefst zelf deze. Nou pak je weer die goudgroene kleur.
En dan breng je een lijntje mee in je binnenste of aan je, op je onderste wimperrand aan. Verbind hem goed met deze ooghoek. En vervaag hem even met een wat grotere kwast. Zo. Nou pak je weer die wat fellere groen, die tweede kleur groen. Over heb je een kleine kwastje. En dan breng je hem in het middenste gedeelte van je ooghoek. Die groene kleur weer aan. En een beetje naar de buitenkant. Maar vooral dat hier aan de onderkant het centrale punt zit. Weer een beetje vervagen. Zo. Als je wat fallout hebt, kun je dat even weghalen met een kwast. En nu pak ik een oogpotloodje. We zijn nu klaar met de oogschaduw. En omdat ik graag een heel fijn lijntje wil hebben, ga ik dat met een linerbrush doen. Ga ik gewoon zo even over het potloodje heen. En dan ga ik een heel dun lijntje zetten op mijn bovenste wimperrand en mijn onderste wimperrand in het centrale punt. Als je graag wat heftiger effect wil, kun je nu ook je waterlijn met koolpotlood aanzetten. Dat hoeft niet. Oké. Nu pak je nog één keer je kwast. Middelgrote kwast, dat was ik nog vergeten. En nu ga je met een gouden kleur. Dat is voor mij de kleur hier. Ja, binnenste ooghoek aanzetten. En een heel klein beetje op je wenkbrauwbot. Niet te veel, anders wordt het niet mooi. Maar je kunt het gewoon een beetje aanbrengen. Je ogen krijgen dan net even wat meer een soort, ja, een oplichtend effectje, zeg maar. Oké, zo. En dat was het voor de oogschaduw. Nu pak je je mascara. En dan ga je het aanzetten met mascara. En nu ben je klaar met je oogschaduw. Nu heb ik wat lipgloss van NYX aangebracht. Met daaronder een MAC Lip Erase. Dit is volgens mij NYX in Strawberry. En dat is een soort lipgloss met wat gouden shimmertjes. Dus dat past er wel mooi bij. Je kunt ook gaan voor wat heftigere kleur. Dan doe je misschien rode lipstick of wat bruinere lipgloss. Dat kun je zelf weten. Je kunt natuurlijk ook nog nepwimpers weer gebruiken. Ik heb er wat gouden brons erbij op gedaan. En een soort ja, peachy-achtige blush. Heel lichtjes. En dit was de look voor vandaag. Fijne feestdagen alvast. En tot volgende keer.